In het bloemengebied van Aalsmeer staat een broeikas die sinds enige tijd aan zijn oorspronkelijke bestemming is onttrokken. Er zijn nu apen in ondergebracht door Occo Reusien. Een man die zich al sedert jaren het lot aantrekt van apen die door de mens eerst gekocht en vervolgens weer verstoten zijn. Reusien laat zich dagelijks vlooien om zo zijn leidende positie te onderstrepen. Hij heeft een aapje bij zich dat door verkeerde voeding verlammingsverschijnselen heeft gekregen en dat nu weer leren moet zijn spieren te gebruiken. Occo's vrouw, die helpt bij het schoonhouden van de hokken, kan de meeste daarvan ongestoord binnengaan, want in de ruime behuizing voelen de dieren zich nauwelijks belaagd. Sommigen hebben er zelfs al jongen gekregen. Occo Reusien, die directeur is van de Stichting AAP, Apen Adoptie en Protectie, begon een jaar of wat geleden met dit werk. En spoedig vonden de mensen die met hun aap geen raad meer wisten de weg naar zijn huis. Veel van de dieren vertoonden ernstige gedragsstoornissen of waren agressief en onhandelbaar geworden sinds ze in eenzaamheid bij de mensen thuis moesten leven. Want apen zijn van nature dieren die in groepen leven. Nog altijd zijn er mensen die in onze welvaartsstaat een meestal dure aap aanschaffen. Maar waarschijnlijk zal een uitbreiding van de wet ter bescherming van bedreigde uitheemse diersoorten paal en perk stellen aan de verkoop van apen, papegaaien, schildpadden en andere exotische dieren. Wie in de toekomst per se toch een exotisch dier in huis wil hebben, zal het dan met een speelgoedbeest moeten doen. Intussen blijft er voor de Stichting AAP nog veel te doen. Dagelijks worden grote hoeveelheden fruit de kas binnengebracht voor de meer dan 70 apen die hier nu verzorgd worden. Occo Reusien heeft zich aan de gedragsregels van de apenwereld aangepast en wil aap met de apen zijn. Zijn stichting en nog 3 anderen in Nederland verrichten goed werk, want zij bezorgen de dieren weer een aapwaardig bestaan.